Het is interlandbreek en dus ook geen programma voor Jong PSV dit weekend. En daarom werd er op de hertgang geoefend tegen Jong FC Dordrecht. En al heel vroeg in de wedstrijd is daar de voorsprong voor Jong PSV. De aanval is mooi over de rechterkant. Touré legt terug op Nassau. En hij passeert doelman Ayoub Hamdani van Jong FC Dordrecht. Hier is hij weer, Mo Nassau. De hoekschop, de kopbal van Jensen Seelt. Die belandt op het dak van het doel Seelt. Een van de opvallende namen de afgelopen weken. Scoorde, maakte een eigen goal. En hier was hij dus dicht bij een treffer in dit oefenduel. Nassau, weer een aanval van Jong PSV over de rechterkant. Dit is Matthijs Tielemans, de voorzet. En de goal is daar van August Prieske Vlieger. Normaal de spits van PSV onder 18. Nu scoort hij namens Jong PSV. Prima assist ook van Matthijs Tielemans. Die op de rechtsbackpositie stond geposteerd. Dordrecht, ook die ploeg, kreeg wat mogelijkheden. Uitstekende ingreep hier van Thai Bodak. De kans was er voor Dennis Hazer. Bodak met de ingreep en aan de andere kant is het weer Jong PSV. Weer een aanval over rechts en weer een treffer. Ditmaal Matthijs Tielemans met de goal. 3-0 voor Jong PSV. En alle goals komen over die rechterkant. Assist Touré, doelpunt Tielemans. En bij Dordt zullen ze denken, ja, zijn we daarvoor heel dat eind naar Eindhoven gereden. Het staat 3-0. De goals vallen als rijpe appelen, maar niet aan deze kant. Weer een hele goede redding van Thai Bodak. Opnieuw de inzet van Hazer. Klein half uur gespeeld. Daar gaat Nassau nog maar eens. Simon Colline staat daar helemaal vrij. De actie, hij ziet dat doelman Hamdani wat ver voor zijn goal staat. Deze inzet van Colline mist de precisie. Touré onderschept de bal. Vindt Jeremy Antonissen en daar is nummer 4. Antonissen blij, op de weg terug, na blessureleed. En ook hij scoort dus in dit oefenduel. Hier is hij weer, Jeremy Antonissen op Uppegaard. Ook hij terug na blessureleed. En ook hij met een assist, want daar is Nassau met zijn tweede. En dan gaat het wel ontzettend hard hier op de hertgang. Nummer 5 al in de eerste helft. Jong PSV hard op weg naar de dubbele cijfers. Nassau in de combinatie met Vlieger. Nassau. En ja, Hamdani. Hij komt veel in beeld in deze samenvatting. Meestal om een bal uit het netje te halen. Maar dat hij kan keepen laat hij hier zien op deze inzet van Mohamed Nassau. Combinatie. Touré had nog niet gescoord, doet dat nu ook niet. Het is Jael Gil-Iminos met de treffer in de ploeg gekomen voor Uppegaard. En zo staat het nog voor rust 6-0. In de tweede helft. Een hoekschop. Een variant. Is gevaarlijk. Sterker nog, het levert een treffer op. Jesse Giebels is het, die het laatste zetje geeft. 7-0 dan al voor Jong PSV. Daar kan ook deze invaller doelman Dirk Boonstoppel niks aan doen. En de aanvallen van Jong PSV blijven maar komen. Touré op Nassau. En dat is nummer 3 voor hem. Nummer 8 voor Jong PSV. Nassau zette de aanval zelf op. Combinatie met Touré. En dit balletje past precies daar in de verre hoek. 8-0 dus. De tussenstand hier op de hertgang. En de vraag is, redt FC Dordrecht de eer? Nee, want dit is een uitstekende redding opnieuw van Thai Bodak. El Alachi op Vlieger. Vlieger op Bougaver en dat is nummer 9. Het zijn allemaal uitstekend uitgespeelde doelpunten. Vlieger behoudt het overzicht. Bougaver met nummer 9. En dan gaat Jong PSV op jacht naar een 10e treffer. Colline was er in de eerste helft al dichtbij. Maar het is hem niet gegund. Hij staat voorlopig nog niet op het scoreformulier. El Alachi op Bougaver. Bougaver met de actie. De overtreding en scheidsrechter Jordi de Goeie kan niet anders dan naar de stip wijzen.
Penalty voor Jong PSV. De kans om de tiende van de middag te maken. En het is Sjaik Touré die zich achter die bal nestelt. En Touré via de handen van Boonstoppel zorgt hij voor de 10-0 voor Jong PSV. 10 goals dus in dit oefenduel. Een mooie opsteker op weg naar Emmen.